We gaan short trekken. Echt? Ja, maar. Go! Pap, 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 pap. Mooi en zo. Ja, ja, gewoon inhouden. Juist! Welkom bij de vlog van Enzo. We gaan met z'n allen zo van let's go. Het wordt vandaag weer een gekke show. 4 uur online, dus tempo. Dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier samen met Mayuren. En ik wist dat zij ging ouwehoeren als ik niet dit zou doen. Sam die zit ook achterin en we gaan er weer een mooi dagje van maken. Hey Sam, alles goed? Ja bro. Hey, daar is die. Hoi. Let's go. Ik zag hem al staan, ik denk wacht maar tot Enzo er is, maar... Hoe is het? Ja, goed. Hoppa. Dat was het dus. Dat is een pakkie. Ja, die zit in de was, denk ik. Die kan die tas met geld wel thuis laten trouwens, hoor. Hey, maar waar is mijn KP Active pakje dan? In de was? Veel. Moet nog gevouwen worden, denk ik. Gebruik nog wel eens namelijk. Nice. Maar moet ik geen schaatsen of niks mee? Ja, heb je schaatsen niet mee? Gast, dat had ik jou gezegd. Nee. Jawel. Ik zei met die ijzer, zei ik, erbij. Nee. Weet je wat nou gênant was? Zal ik het vertellen? Nou? Ik was dus in Tial. Dus ik zie daar Sven Kramer lopen. Ik zei, hey, donderdag schaatsen. Is dat echt zo? Meen je dat? Ja, dat was serieus? Ja, jij zei Sven. Welke Sven gaan we... Ah! Dat was zo gênant. Ik zat er laatst over gisteren over te denken. Jij zei van, nee, dat is niet Sven. Ik zag die Insta-story Sven. Oh mijn god. Oh my god. Zo verschut aangestaan. Ja, maar ik zit daar helemaal gewoon... Ik denk, oh... Je wordt nu ook weer een beetje rood. Mooi. Ja, maar ja, snap je. Sven, donderdag, hè? Ja, ik zit donderdag schaatsen. Oh my god. Ja, we gaan dus schaatsen bij Tialf. Met Sven, maar niet Sven Kramer. We hebben even Samantha's hulp nodig. Ja, inderdaad. We hebben jouw ingeving nodig. Nou, ik heb dus even een leenauto. Mijn auto die is voor de 11e beurt al heen. Hoe haal je dat kinderzitje eruit? Ja. Oh, die is wel... Dat is een ISOFIX. Die gordel zit daar helemaal achter. Dit is een ISOFIX. Wat? Ja, ISOFIX. Die zit op de grond, zeg maar. Oké, okay. Ja, dat is ouderschap, hè? 4 kinderen. Afklikken, ja, zeg maar, en dan... Ik dacht ook die... Hey, Doggo. Ja, als goed is. Hey, Doggo. Niet bijten, hè? Hey, Diva. Hallo. Vaag, hè? Hey, Diva. Ja, ik kreeg dat zitje er niet uit. Maar ik heb wel een dikke leenauto gekregen, hoor. Eerlijk is eerlijk. Check dan, dikke Toyota. Dikke Toyota. Nou, dat is prima, toch? Ja, als we een stoeltje niet eruit krijgen, moeten we met je auto. Want, top. Prima. Nou, ideaal. Hier, het is zo koud, dames en heren, weer. Kenteken zit helemaal... Kijk dan. Hoppa. Yo. Beter. Het kenteken staat er gewoon in. Yo, ja, joh. Het ziet er gek uit, ja. Hè? Het kenteken ligt op de grond. Ja. Wow, van extra goed ook. Oh. Lekker door. Nou, nice. Dankjewel voor het fixen. Dan gaan wij er vandoor. Niet zo fixen. Vergeet hem straks niet, hè? Nee, zeker niet. Oh. Nee. Ja, je mag hem wel open doen, de kofferbak, als je wil. Dan ga je kijken wat er vanmiddag na het schaatsen gaat gebeuren. Ja, doe maar eens open. Ik heb de hele dag. Maar weet of ik krap. Ja, kijk maar wat we vanmiddag gaan doen. Yo, dat wij tot 4 uur vannacht ermee bezig zijn. Ja. Wow, dat is groot, hé. Ja, wordt echt dik, joh. We gaan hier vanmiddag mee vliegen, dames en heren. Met het vliegtuig. Dat ding gaat 170 km puur. Niet. Ja. Ja, dus goed. We doen de auto weer dicht. Hij past echt precies. Heb je er al eens mee gevlogen? En ze zeggen soms ook wel eens pies precies. Pies precies. Nee, ik heb er nog nooit mee gevlogen. Precies. Ze wordt de eerste keer. Hoe snel denk je dat hij... Waarom ziet het eruit alsof je gewoon echt contant geld in die tas hebt? Ja, we het zien. Ja, want de kijkers zijn nieuwsgierig. Wat heb je in je tas? Ik heb een... Er zit bijna niks in. Onderhosen. Ik heb een shirtje. Handen. Kijk, dan denk je van de buitenkant. Zo, die man, ja. Louis Vuitton, rijke man. Maar dat zit allemaal klein geld. Hij heeft alleen maar oude meuk erin. Ja. Kijk dan, hier. Badkamer is goed afgekeurd. Ja, visite neem ik mee overal heen. Visitekaartje. Kijk dan. Nooit. Wat een troep, joh. Hier, nog een oud flesje Fanta, een paar eurotjes. Dus er zit wel contant geld in. Maar niet meer dan 6 euro. Oei, oei, oei. Nou, we gaan er vandoor, dames en heren. Op naar Tialf. Ah, let's go. Dit wordt wel weer een emotioneel dagje voor mij. Jazeker. Want we gaan weer even terug... Wat doe ik nou? Hij is aan het spelen.
Want ja, we gaan weer terug even naar het schaatsen. En we gaan dus met Sven, niet Kramer, gaan we schaatsen. En die is dus... Maar Sven is tweede geworden op het WK afgelopen week, van shorttrack. Ja, we gaan shorttrack. We gaan niet lange baan schaatsen. Oh, vet. We gaan shorttrekken. Echt? Ja. Oh, dat vind ik heel leuk. Ja, dus het is niet lange baan. Het is echt gewoon kort en krachtig. Ja, dus het is voor mij niet nostalgie of zo. Ik heb vroeger wel een beetje geshorttrekken. Gaan we dan deze keer rechtsom? Nee. Nee, dezelfde kant op. Ja, en er is een pak voor je geregeld, schaatsen, zelfs een bril. Helm. Helmpje. Ja, helmpje. Ja, klopt. En die handschoenen met van die nopjes. Oh, dan ga je zo door de bocht heen. Ja. Oh, dat ga ik proberen. Ja, dit wordt super dik. Dus Sven die zei ook al van, jij bent sowieso hartstikke gek. Maar als ik Shihit zie, is hij ook hartstikke gek. Dus dat moet vast helemaal goed komen. Nou, ja, goed. Het is druk. Ja, het is druk. We gaan rijden. Let's go. Hotline bling. Is de hotline bling. Nou, die peuk weg. Weet je wat het... Dat is koud, hè. Nee, weet je wat het is? Nou. Stel voor, jij zou professioneel schaatser zijn. In de staat van hoe je nu leeft. Dan zou jij... 150 meter. De 50 meter. Hij heeft een conditie van 50 meter. Dan zou je de eerste zijn die een interview doet dan als hij wat wint met een checkstem. En een peukje. Ja, ik heb Dus wat is jouw truc? Ja, een peukje voor de wedstrijd. Weet je hoeveel voetballers dat doen? Roken, zuipen en gewoon een wedstrijd presteren. Is dat zo? Ja, dat is echt. Heb ik nog nooit gehoord. Nee? Nee. Ja, dat is echt. Nee, ik denk dat topsport niet gepaard gaat met alcohol en roken. Nee, maar ja, dat wordt toch gedaan. Is dat zo? Ja, Theo Jansen deed het altijd. Altijd biertje. Oké, okay. Nou, ik heb het nog nooit gehoord. Nee. Maar we gaan het vragen, want daar verderop staat Sven Kraam. Ik bedoel Sven. Nou, dat is zo naar. Dat is echt. Beetje thumbnail al. Shahid verrassen met de verkeerde Sven. En dan hem blurren met een vraagteken. Hé, hey, even een vraag voor deze tos voor. Hé, hey, Stijn. Hoe is het? Goed, en met jou? Als goed? Ja. Jere Ballen. Ballen? Jouw Jere Ballen. Hij heeft al geleerd. Yo man, Sven. Hey. Yo man, Shahid. Ik ben Stijn. Even een vraag meteen. Ken jij topsporters in jouw kring als topsporter zelf die wel eens alcohol nuttigen of roken? Oké, oké. Oké. Nee, je hebt gelijk man, je hebt gelijk, Shahid. Alcohol sowieso, niet heel veel niet roken, toch? Nee. Oei, oei, oei. Nee. Nee, oké. Nee, Nou goed, laat ik het zo zeggen. Dat toen ik ooit op voetbal zat en het bloed serieus nam, toen was ik 13, toen deed ik niet alcohol en roken. Goed, in ieder geval. We gaan ervoor, of niet? Kom maar. We gaan ervoor. Ja, zoals Sven en Stijn altijd zeggen, dat is niet onze kleedkamer. Ja, dat is dan het talent. Wow, maak een zooi. Hi. Was goed? Ja hoor. Nice, jullie zijn de talenten. Ja. Hi, Enzo. Tot dan. Nice, je hebt zelfs een ketting met schaats erop. Zeker. Nice, hi, Enzo. Angel. Vorig jaar zaten we daar in dat hoekje. Of weet je niet, dat weet En nu zijn we gepromoveerd, hè? Ja, we zijn gepromoveerd. Ja, want jij zit hier niet meer. Nee, niet meer. Je komt hier vandaan. Je komt vandaan. Ja. Joh, de top is opgeleid. Oké, maar jullie kennen elkaar ook. Ik ben nu top. Ja. Oké, dus schaatsen jullie wel samen? Nou, nee. Wat doen jullie, short track of lange baan? Allebei. Meen je? Ja. Jij doet alleen short track. Ja, soms lange baan en niks, man. Nee? Maar wat voor afstand doen jullie? Ja, allrounder. Wat is een allrounder? Alles. Wat? Dat weet jij echt wel. Allrounder. Dat is de 500, de 1000 en de 1500. Maar niet daarna toch, volgens mij? Jawel. Ook? Dus gewoon alles? Jullie leeftijd nog niet, denk ik. Je kiest later wat je echte afstand wordt. Waar je het prettigst bij voelt. Ja, ik denk wel allrounder, maar het beste toch wel 1500 meter. Kijk, zie je, er komt toch een favoriet naar boven. Ja, heb je toch wel weer, hè? Ja, en omdat jij nooit iets van lange baan kon, ben je dus short track genoemd. Ja, ja. Oké, okay. Nou is goed, dankjewel. Doei. Ciao. Nee, even kijken, hoe zit dat, Sven? Vertel eens, want waarom ben jij nooit de lange baan gaan schaatsen? Waarom ben jij short track gaan doen? Nou, ten eerste, ik vind het echt geen zak aan. En oei. Je moet er weer jongens. Oh, okay. Oei, Marvin. Jarig, ja. We hebben al ruzie gehad daarom. Oké. Okay. Ah, jarig. Hier is iemand jarig. Oh, Rianne die was jarig. Maar die is nu gestopt. Gefeliciteerd. Dankjewel. Oké. Okay. Hi. Enzo. Kai. Hi. Hoi. Nee, maar wat zou ik op je uitleggen? Waarom heb jij nooit lange baan gedaan? Leuk. Ik kan het niet zo goed. En shorttrack was gewoon echt verliefd op het eerste oog. Maar weet je, we moeten soms lange banen. Zeg maar, kijk, dit zijn mijn lange banen. Ja? Ja, wauw, supermooi. Ja, maar dat doen we dan soms in de zomer om rechte slag te oefenen. Ja. Examen. Maar wat, je hebt natuurlijk wel even je medaille meegenomen om te laten zien, toch? Voor het WK.
Ja. Hebben die niet meegenomen? Natuurlijk niet, man. Hoezo niet? Ja. We moeten het laten zien. Ja. Ze zouden de hele dag mee rondlopen. Ja, ik zou gewoon mee gaan shorttrekken met dat ding om mijn nek. We hebben toch hier, Shade wil toch weten wat voor vlees we in de Kuip hebben? Ja, of in de Tialf. Wat voor vlees we in de Tialf hebben? Ja, hebben niks meegenomen aan medailles of iets? Nee, het spijt me. Je zegt ook helemaal niks, jongen. Ja, nee, ja. Hij zei, we gaan met Sven Kramer. Ja, ik zei... Ja, dat zei gisteren aan de telefoon. Ik zei, nou, een stukje minder maat. Ik zei, nou, we gaan met een andere talentvolle Sven, maar je neemt niks mee. Sorry, het spijt me. Oké, okay, nou, dan moeten we het maar in beeld editen. Ja. Moet je maar even wat foto's van jezelf opsturen met medailles vast en tekens? Ja, oké, vooruit. Ja, het is een beetje als shorttrack, zeg maar. Hoe wij die ingaat, dan kan je weer krap uitkomen. En dat is met shorttrack ook zo. Ja, dus toen konden we hiermee oefenen. Buiten naar binnen. Ja. Ja, dat is ook wel leuk. Maar we gebruiken hem niet zo vaak. Maar. Het is gewoon één lulverhaal, toch? Ja. Ja, dit heeft toch niks te maken met schaatsen? Kom op, zeg. Nou, zeg. Is toch zo, of niet? Is toch zo. Als je wijd ingaat en krap uit, dan kan je toch makkelijk een krap uitkomen. Is met schaatsen ook zo. Dus het is gewoon je mind. Gewoon lekker trainen. Jullie hebben iemand zo ver gekregen om gewoon dit te laten installeren en te zeggen dat heeft te maken met shorten. Ja, ja. En het werkt. Ja, en het staat er. Oké, okay, nou, daar gaan we geen gebruik van maken. We gaan gewoon meteen op het ijs. Jee, wat een kiezen. Die zijn beide dezelfde. Ja, welk nummer? Dat wil ik even zien eigenlijk. Nummer 1, 5, 3? Nou, dat is geen nummer, denk ik, dit. Oh, dit is nummer 50. Ik zou die kiezen. Ik kies nummer 50. De laagste ranking, dan ben je de beste in de wereld. Nummer 1 is de eerste van de wereld. Ja. Dan neem ik zeker 1053, zeg. Nee, wat zijn een beetje de basics wat je ons gaat leren vandaag? Nou, ik ga jullie niks leren. Jullie gaan gewoon rammen. Jullie weten het toch? Ja, gewoon slalom. Jij hebt het al een keer gezorgd. Ja, jij hebt het al een keer gedaan. Maar wat zeg... Heb jij het al een keer gedaan? Ik heb al één keer gedaan. Ja, man. Maar... Wedstrijd is niet eerlijk straks. Nee. Ja. Maar wat zeg je voordat je het ijs op gaat, als je ziet van... Nee, we gaan gewoon lekker even cirkelen. Een paar relaytje, jullie met z'n drieën. Even één rondje Excel, wedstrijdje. Dus we gaan ook echt wedstrijd doen, toch? Shade en ik. Ja. En is er een Marokkaan in de competitie? Wel Turken. Maar geen Marokkaan nog? Nee, hè? Nee, Turken. Nou... Hey, hey, eerste Marokkaan! Ja, Marokkaan! Die zegt iets, Giron! Giron! Wat top! Ja, nee, niks, alleen Turken. Maar die zijn wel nu... In de Marokkanen naar het Tiraf, jongens. Ja, ja. Word ze. Ja. Breng het in de game. Maar er zijn wel wat succesvolle Turken in de schaatscompetitie. Ja, ja, nu heb je... Ja, hij heet Furkan Akar, maar hij was zilver, toch? Of brons bij het EK. Ja, medaille op het EK. Zo? Dat is nog nooit gebeurd, dus ja. Dat is wel tof. Ja, dat was echt bizar. Dus dat is wel leuk, weet je, dat zulke landen waarvan je helemaal niet verwacht dat die schaatsen wel weer een beetje opkomen. Als ja, ja, dat is wel tof. Dus nu Marokkanen, hè? Ja, ja. Marokkanen. Ja, dat was heel plat, hè? Ja, Marokkanen. Nou ja, dit zijn ze, jongens. Ja. Precies zoals die vorig jaar. Toch zijn deze hadden toch vorig jaar ook? Ja. Mooi, man. Of nee, vorig jaar. Maar deze zijn speciaal shorttrack. Ja, ja. Knijt je hard. Zeg maar, kijk, dit zoals met dit lange baan. Ja, want wat is het verschil voor de mensen die niet weten? Ten eerste, kijk, dit is heel, heel zacht. En nou ja, je ziet het al, deze staat veel... Kijk, zie je hoe laag die op het ijs staat? Deze staat veel hoger. Want ja, lange baan gaat ook wel schuin, maar niet... Niet zo schuin als short track. Dus dan moet je gewoon hoger staan. Anders, als je zo, dan raak je... Kijk, nu raak je nu al het ijs. En nu daar pas, zeg maar. Yeah. Dus ja, en het klapt. Hebben wij niet. Hebben wij ook niet nodig. Want als dat vast. Gebeurt, ja, het zit helemaal vast. Oeh, dat is wel wennen voor jou dan. En maar wel hoge enkel. Ik denk dat het wel 7 of 5 is. Ja, echt. Maar dit, als je hier, jongen... Moet kijken. Dit, hè. Moet allemaal hierin, hè. Ja, maar dat past wel. Ja, denk je? Oké. Okay. Ja. En als het niet wil lukken, moet je harder drukken. Toch? Dus, let's go. Je gaat sowieso last van je voeten krijgen. Ja, de blaren erop staan. Oké, okay. Nou gaan we even omkleden. Een goede coach, hè? Een druk me. Een druk me, joh. Hij kan ook wel een beetje plat praten, hoor. Ja? Nee, ja. Ik zou niet eens mijn schaats over. Nee, ik had ook een plat praten, niet? Klimietje. Klimietje. Oh! Ja, gouden dopjes. Oh, wat vet, waarom zit ik daar niet? Ja, gouden dopjes. Niet, hey, gouden dopjes, kijk dan. Hey, ik heb een blauwtje opgelopen. Jongen, kom op, man. Ik ken dat. Was het echt niet? Nee, joh! What the fuck, guys? Ja, maar! Dit niet! Oh, shit! Anders pak die eentje. Kijk! Hier, jongen, ik heb al iets groter gepakt, hoor. Goh! Niet zo zeurje. Niet zo zeurje. Oh, zit ik in? Lekker, man! Ik moet ook nog schaatsen! Moet ik deze zeggen? Je hebt wel een dikke kont in het pak. Ik heb een. Dit wordt wat, toch? Wat shit. Oei, oei, oei.
daar staan we dan. Op het middengedeelte van Tialf hier zo. Nou, vorige keer dat we hier waren, toen stonden we daar boven. Waren we het schaatsen aan het kijken. En nu gaan we gebruik maken voor het shorttrekken van dit stukje. Wat normaal gesproken afgesloten is. Sven. Ach jeetje. Hij zit alweer te bellen met zijn sponsoren en alles. Ik heb geen tijd. Nou, vraag het aan Kai. Normaal gesproken, tijdens lange baanschaatsen, is dat allemaal dicht of niet? Is het afgesloten? Is, zit er iets overheen toch, of niet? Ja, alleen bij wedstrijden gooi je alles plat. Ja, maar normaal staat het wel altijd zo. Ja, want dan hebben jullie de vorige keren dat niet kunnen zien. Omdat er dus altijd daar wat overheen zit tijdens de lange baanschaatsen. Maar dat is dit stukje hier zo. Dus we gaan even de schaatsen aandoen. Nou, dat gaat met Vetus. Ja, maar dit moet er allemaal in. Kijk dan. Je hebt wel veel punten, hoor. In dit, hè. Welke maat heb jij? 43. Nou, dat is maar 43 die schaats. Ja, maar je hebt een hele brede... platvoet. Brede platvoet. Als ik een dinosaurus was. Ja. Nou, Marvin ook de schaatsen aan. Er wordt wat. Ga jij lange baan of ga je mee shorttrack, schat? Ik heb ook shorttrack schaatsen aan. Oh, echt? Oh, leuk. Ja, misschien ga jij weer oude routes volgen. Oh, sick. Oh, dat wordt leuk. Ze wonen nog geen lange baan eigenlijk. Nou, goed. We gaan even alles aandoen en dan Giron. Nee, voor mij gaat het echt niet lukken. Jawel, je moet even kijken, dit is top. Nee, maar ik heb sowieso maat 44 en dit is 44. Nee, ja, dit gaat niet lukken. Dit is 44, maar goed. Dit is 43. Ja, deze. Oh. Is 43. Je hebt meer ruimte als je erin zit. Want kijk, dit wordt er niet. Maar ik vond geen 44. Nee, hij zei dat gewoon niet meer. Ja. Nou, als je de fetus helemaal los doet, gaat het? Tenen zitten nu zo. Ja, ik zit er ook helemaal tegenaan, maar ja, niet. Oh, dit is geen pretje, hoor. Maar ik heb hem aan, hè? Heb je hem ook aan? Ja, kijk. Maar maat, dit is geen pretje. Nee. Maar deze goed. Proberen of niet? Ik ga wel gewoon even proberen. Ja, iets meer om. Se fa stasio una bella canzone. Ci spaglia in energie, man. Ja, ik had het niet zien. Hij had het ook precies goed. Hij kan Marokkaans, hij kan Nederlands, hij kan Italiaans, hij kan Frans, hij kan Spaans. Hij is een man van alle talen. Nou, ik heb eentje aan, dames en heren. Zit niet heel comfortabel, maar dat had ik ook niet verwacht. En nu de andere nog. Zit je erin? Oké, dames en heren, met de schaatsenpassen gaat het dan niet helemaal goed. Ik heb maar 43 gekregen, ze hadden geen 44, ook geen 45, wel 46. Dus als het goed is, wordt 46 nu gehaald. Ja, ik heb nog geen eens geschaatst, moet je kijken joh. Kijk hoe dat eruit ziet. Hier ook al. Ja, dat is niet goed. Hoe gaat het bij jou? En dan ligt het daar. Het gaat als ik zo meteen uitdoe. Ik denk dat je niet eens uitkijkt en dat ik gewoon zo mee naar huis ben. Dus gewoon zo de rest van de dag. Maar mijn ziekant. Een ziekant. Ja. Nou, Galit. Ja, ik moet eerst die handschoenen zien. Oeh! Ja. Voor de kijkers is dit je best. Waar heeft hij een lekker kontje? Ja, een hele kontje. Waar zit je eten aan mijn kont? Ja, valt gewoon op. Valt op, dat twee puddingjes. Ik ben echt benieuwd. Ik heb ondertussen mijn eigen schoenen aan. Ik ga even wachten op maat 46. Maar hoe eerder jullie het ijs opgaan, hoe beter. Nou, Marvin staat op het ijs. Lekker hoor, schat. Mooi. Ziet er goed uit, hoor. Ja, nu nog schaatsen, hè? Jezus, ziet er echt goed uit, jij. Het is zo gek dat die ijzers zo ver naar links staan. Want bij lange baan staan ze redelijk in het midden. En hier staan ze helemaal zo... En ze zijn net, ja, omdat jij kan schaatsen, hebben ze nog verder naar links gezet. Ja, bij jou gaat het iets meer dieper in op de materie. Ja, ik weet het niet. Ik heb... Het is heel lang geleden dat ik geshorttrek heb. Ik kom op. Echt wel 7 jaar geleden. Klim eroverheen, joh. Nou, eroverheen. Nou, daar gaat hij. Laatste schaatsen knippen. Moet je dat op het ijs doen? En dan hou je vast aan de borden. Hij is zo schattig. Nou, daar gaat hij. Daarachteraan, schat. Laat hem maar even. Concurrentie. Kom hem maar even. Ik ben benieuwd. Nou, daar komt hij aan. Galit in de bocht. Hey! Hij wil al meteen met zijn handen bij het ijs. Daar is Myron. Kijk, daar komt Shahid.
Zo, dames en heren, we staan op het ijs. Ik heb maatje 46 aan, zonder sokken. Ik heb alsnog een beetje veel ruimte, maar we gaan er het beste van maken. En jij hebt al een paar rondjes gedaan. Ja. Shahid heeft al een paar rondjes gedaan. Ja. Maar je bent al bijna klaar. Ja, oh, mijn voeten. Ja, je voeten. Ah, het gaat nu wel iets beter, maar net, jongen, ik kom wel echt janken. Zo pijn. Echt pijn. Je voelt gewoon helemaal gewoon door mijn hele lichaam. Kijk maar. Maar het is echt niet. Oh, ja. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Hoe nou, pijn dan gaan we even een stukje schaatsen. Ja, laten we het gewoon proberen. Ja, toch? Je hebt wel echt schaatsbenen, man. Ja, en wel goede bovenbenen. Denk wel. Ja. Staan we dan met z'n allen? Hey. Nou, even een paar rondjes, Shahid. Die stok is ook weer zo lang. Bovenlichaam laag, laag. Borst naar je knie. Lekker hoor. Ga je niet verleerd zien, kom je. Hoppa. Zo, dit is wel weer even wennen hoor, dames en heren. Val mee, je hebt wel gewoon gelijk weer overstap. Ja, dit is wel gek hoor met deze. Ja, hè? Je moet echt je druk vinden op deze dingen. Als je dit hoort, dan eerder. Ja, nee, dan heb je niet de druk. Dan hou je geen druk. Ja, zeg maar, als je er gewoon op staat, dan gaat hij gewoon weg. Daarom zo meteen even elkaar duwen. Even een rilletje. En jullie even tegen elkaar. Dat is goed. Nou, daar gaan we. Even een poging wagen. Kijk, let op. En dan duw je. Dat gaan we zo doen, ja? Ja, 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 ik ben om! Oh! Jij gaat gewoon zo door de bocht, zo. Ja, je wil het ijs aanraken. Mijn hele hand is doorweekt. Oh my god. Oké, okay, gaan jullie aan de start. Jij moet bij Stijn inkomen. Dus Stijn duwt jou zometeen. Ja. Bas, dat is hij, die duwt jou. En Hessel, die duwt jou, ja? Maar wat moeten we nou doen dan? Nou, ik start hun weg en dan over één ronde kom je hier in. Dus je gaat met hun meerijden, dan ga je zitten en die duwen. Oh, dus wij gaan nu achter hun aan? Ja, en dan aan de binnenkant. Ik rijd met jullie mee. Jullie moeten mij volgen en dan kom je bij hun in en zij duwen jullie en dan gaan jullie. Oké. Okay. Let's go, maar gelijk, uitdaging. Ja? Oké, okay, is een beetje verwarrend, okay, maar ik denk dat het wel... Go to the start. Ready? Ik denk dat het wel tot z'n recht komt. Kijk, zij gaan met z'n drieën beginnen nu, dames en heren. Ik moet de buitenbaan. Shahid, Marion en ik gaan achter Sven aan, achter de trainer. En zo, jij moet bij Bas. Ik moet geduwd worden nu, toch? Wacht, Bas. Ja, ja, ja. En dan gaan we. Oké, okay, let's go. Kom op. Kom op, Shahid. Pak hem, jongen. Hey. Up, up. En zo, je moet Ted duwen. Oh, jou niet! Hey, hey. Ik duw jou gewoon! Oh, ja, jongen! Zoiets dus. Chaos! Dit is heel chaos. Chaos! Ongelooflijk. Nou, dan gaan we, Shahid. Let's go! Zo, jij gaat best wel hard al, hoor. Jij doet ook mooi dat handje achter je rug. En de bocht in. Dit is wel een harde bocht, hoor. Dit is wel een harde bocht, Shahid. Lekker. En die bocht in hangen. Hangen. Lekker, maat. Shahid, probeer dit te doen. Shuffelen. Op het rechte stuk, ja? Kijk naar mij. En nu shuffelen. Zo. Op het ijs houden. Dames en heren, we gaan dus even een spoedcursus krijgen van Sven. Lange baan schaatsen is, wat ik van Myron weet en heb geleerd, 400 meter. Nou, daar heb ik ooit een tijd voor neergezet. En daarvan zie je dus ook schaatsen 500 meter. Je ziet 1000 meter, 1500, 5000 en 10.000. Dat zijn afstanden, ja, toch? En de 3. En de 3000, sorry. De 3000, mooie afstand. Maar nu doen we short track en dat gaat net even wat anders. Hoeveel meter is één short track? Één short track baan is 111 meter. We hebben eigenlijk 500 meter, 1000 meter, 1500 meter. 500 is natuurlijk echt voor de sprinters. Dat is 4,5 rondje. En wat is jouw afstand? Mijn is echt de 1500. Dat zijn 13,5 rondjes. Dus dat is zo. Wel echt veel. Dat is wel echt heel veel. Ja, dus jouw conditie is wel wat langer. Ja, beter. Ja, ja. Ik ben meer lange afstand in, man, inderdaad. Hier hou je de hele tijd constant druk op je benen. Dat voelen jullie nu ook al, denk ik. Ja, met die bochten maken. Die we hebben ingereden. En short track doe je in je eentje of met z'n tweeën? Eigenlijk we trainen met een heel team. En dan doen we relayen. En daarmee maken we elkaar sterk. Of Excel rondje. Dan ga je twee rondjes
opbouwen. Eén rondje volle bak. En dan probeer je elkaar te pakken, weet je wel. Dus dicht te rijden. Oh, ja. Om zo het snelste rondje te pakken. Maar wat is relay dan? Relay is met vier mensen in een team. Ja. En dan ga je elkaar duwen. Dus na elk anderhalf rondje. Ja. Dus jij start bijvoorbeeld hier. Ja. En over anderhalf rondje komt daar iemand in. Ja. En dan die duw jij. Dan, ja. Die schaats weer anderhalf rondje. Die komt weer hierin. En dat vier keer. Ja. En uiteindelijk finish de laatste. Die wordt daar geduwd. Die doet anderhalf rondje. Finish die hier. En die heeft dan gewonnen, zeg maar. Dat is echt het leukste onderdeel, vind ik. Ja, dat is leuk. Dat is echt leuk. Heel veel actie. En wat is voor nu de basis? We staan hier nu bij deze lijn. Basis is denk ik wel echt gewoon even het rechte eind. Even de druk voelen. Ja. En misschien de bocht. Want wat ik zo net al aan Sheet zei. Hij was gewend om met ijshockey te stappen. Dan ga je heel snel overstappen. Ja, dat deed ik. Maar nu met shorttrack moet je eigenlijk laten staan. Heel rustig laten staan. En dan er gewoon overheen komen. Nou, en dat deed hij daarna wel beter. Dus dat gaan we even oefenen nu. Dus jij gaat als eerste en dan volgen wij. Dus ik ga als eerst. Dus eerst gaan we proberen op rechte stuk. Twee voeten aan de grond. En dan te shuffelen. Maar je moet gewoon nadoen wat ik doe. En dan komt het helemaal goed. We gaan ervoor, dames en heren. Let's go. Let's go. Oké. Dus dan gaan we gewoon nu normaal. En dan doen we dat rechte stuk. Gaan we shuffelen. En zo hou je dus echt je druk onder je lichaam. En nu ga je zo bewegen. En probeer goed uit je heupen te bewegen. Met je heupen of niet? Nee, niet, maar uit je heupen. Dus uit je kom duwen. Dus je duwt jezelf boven je standbeen. Oh, ja. Zie je? En hoe dieper je gaat, hoe meer druk je op je messen krijgt, als het ware. Dus als je zeg maar nu naar binnen doet. Ja, precies. Snap je? Dan kan je echt. Juist. Nou, lekker hoor. Oké. Okay. Nou, en wat is daar goed aan? Dit is ook een beetje ontspanning, weet je. Als je de hele tijd zo'n slag gaat doen, dan ga je ook stijf schaatsen eigenlijk. Eigenlijk doe je bijna altijd die shuffle op het rechte stuk. Ja, dus eigenlijk op het rechte stuk doe je altijd dit zo. Ja, op je laatste pas, die is wel een lange baan, schat. Die doe je wel weer achter je. Ja, lekker hoor. Oké. Weet je, het is fijn dat je even weet hoe je je druk pakt. Want als je op shorttrack staat en je denkt van hoe moet ik afzetten. Zie maar, zo kan je ook je druk weer pakken. Die shuffle hebben we nu gedaan. En als je bij de bocht aankomt, dan je wil weer naar links toe. Dus dan doe je shuffle. Voor de bocht doe je dit. En dan stuur je naar binnen eigenlijk. Want nu maak je ruimte. Dus dan val je eigenlijk naar binnen. Dus dan moeten jullie mij gewoon nadoen. Doen we weer de shuffle. En dan voor de bocht die. Zo ervoor. Dus nu ga je zo opzij. En bij het eerste blokje, dus nu doe je je been. Ja. En dan zo. Lekker. Je kan niet dieper. Oké, dus hier doe je zo. En dan? Dan gaat die heup weer zo. Dat je wat met lange baan ook komt te hebben. Ja. Juist, dit is top. Oké, zo. En dan zo. Dus je kijkt eigenlijk een beetje met een schuin oog naar het uiteinde van de bocht. Lekker. Shuffle. Juist. Handje hoeft nog niet, doe maar op je rug. Het handje doen ze echt alleen als ze niet meer houden. Dus hou maar op je rug. Zo, en dan. Ik ben on, joh. Dit gaat goed, hoor. En dat krassen, schat? Ja. Ja, dat kan jij beter uitleggen, want Enzo krast heel erg, net als je hier. Ze moet iets meer, zeg maar, op de zijkant. Op de hele voet als afzet gebruiken. In plaats van de nu punt. Doe je zeg maar. Dat, hè? Ja, dat bedoel ik. En dan probeer zeg maar je hiel te drukken. Je wil iemand een mug bijvoorbeeld onder je hiel doodmaken. Dus je drukt echt je hiel weg in plaats van je punt. Ja, beter. Dat is wel beter. Dat is ook de reden waarom die spieren bij schaatsers van deze zo groot zijn. Juist. Ja, het is lastig, maar. Ja, die was goed. Lekker, maat. Dat? Snelle leer. Ja, die is goed. Okay. Die is goed. Als je echt die druk houdt totdat je hem helemaal afzet, perfect. Nu weer je linkerbeen achtergooien, bocht ingaan. Juist. Ja, iets meer hiel. Iets meer hiel, ik moet meer leunen naar binnen. Ja, meer leunen. Maar die bocht ingaan, die gaat echt al veel beter. Ja, lekker schat, ziet er goed uit. Zwaar. Ja, dan gaan we even een stukje achter elkaar aan, toch schat? Ja, jullie een wedstrijd tegen elkaar is ook wel leuk. Ja, tuurlijk. Dat is leuk om te doen. Dat is goed, schat. Ik denk dat het wel eerlijk een competitie is. Dit is echt zo ziek zwaar. En dan ben je nog ineens vol gas gegaan. Maar dan ben je alleen maar de techniek aan het leren, zeg maar. Dus we hebben nu een beetje die drie dingen besproken. Is dat op het rechte stuk schuif je zeg maar een beetje zo heen en weer. Waardoor je niet die slagen hoeft te maken, maar schuif je. In de bocht snij je hem aan met goede stap naar binnen. Waardoor je een mug dood wil trappen, hoorde ik. Ja, die drie dingen combineren en dan kom je wel rond, geloof ik. Ja, en dan nog iets met die balletjes op de grond, maar zover komen we niet. Ja, ik kan wel met die balletjes op de grond komen. Maar dan doe ik dat gewoon omdat ik mijn armen helemaal strek naar het ijs toe. Maar Shahid heeft nogal last van zijn voeten, van die maat 43, wat ik begrijp, want ik kreeg ze geen eens aan. En mijn 46 is ook niet ideaal, maar
los van dat leren we nu toch wel een beetje de basics. En Shahid die neemt nog even pauze. Maar Marjan en ik die gaan nu nog eventjes verder. En even een rondje tegen elkaar schaatsen. Dus ik ben benieuwd. Marjan die schaatst echt super mooi. Ik vind het altijd zo vet om te zien. Dus we gaan het meemaken. Ja, en daarna wil ik wel wat van jullie zien eigenlijk. Oh, Shahid doet ook weer mee. Lekker man. Yeah, kom maar. En als ik val, dan moet ik me zo omhoog, hè? Zo ja, vallen. Ja, ja. Met je billen in de kussens. Altijd zo. Okay. Niet met je mes in de kussens, dat doet fijn. Hey Shahid, we doen even een wedstrijd met z'n drieën. En als je valt in de bocht, altijd schaats omhoog zo. En niet duwen en trekken, want dan krijg je een penalty, hè? Ja, wat duw je mij net de hele tijd dan? Ik hielp jou, ik hielp jou. En hoe begin je? Links voor, rechts voor? Wat jij fijn vindt, sommige starten. Hoe begon ik altijd? Sommige starten zo. Ja, zo. Zo, hè? Sommige starten zo. Dan doe je dit toch? Ja, en je moet zorgen dat je achter de lijn bent, want anders krijg jij een valse start. En dit jaar is één valse start gelijk uit. Echt? Eerst was het, je mag twee keer een fout maken, dus twee, één valse start. Prima, daarna krijg je penalty. Nu één valse start, naar huis. Go to the start. Naar huis. Ready? Go! Up, 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 up. Heel en zo, heel, heel, heel. Kom op, Shahid. Up, up. Heel en zo, heel. En gaan, shuffelen. Bam, bam, bam. Juist, lekker man. En je been, je linkerbeen gebruiken nu. Hup, juist. Hup, hup. Hij komt erbij. Binnen. Lekker man. Hey. Lekker Shahid. Lekker man. Hoi, hoi, hoi. Kapot. Dit was goud. Lekker schat. Dit was echt ziek hoor, jongens. Zo, ik ging drie keer bijna op mijn bek bij die start. Jij ging echt hard. Holy shit. Jij ging zo hard. De ijzers houden jou, echt waar. Je moet vertrouwen hebben, dat is het. Ja, het is wel echt leuk zo, maar die bocht, joh, hoe hard je die ingaat. Ja, jongen, dat is echt bizar. Die druk op je benen is wel echt... Poh. Lekker hoor, Shahid. Oh, ik kan echt niet meer. Trots op je. Shahid stopt ermee. Marjan en ik gaan nog even achter de boys aan. Let's go. Op dit moment, dames en heren, is er één iemand met twee gieters bezig, zoals je kan zien. Water op de baan. Water zorgt dat je meer grip krijgt. Want als je nu door de bochten gaat zonder water op het ijs, dan breekt het echt heel hard. Dit zorgt ervoor dat je meer grip houdt. En nu gaan zij cirkel voordoen. Die trainen wij om zo goed mogelijk hang te pakken. En om zo onze bochten te verbeteren. Dus jullie gaan straks ook even proberen. Maar zij gaan het eerst even voordoen. En dan leg ik jullie straks alle techniek uit die je moet doen. Oké. Okay. Is goed. Nou, dan gaan wij even kijken, dames en heren. Zo, kijk dit dan, hé. Hey. Dit is niet normaal. Hoi, joh. Kijk ze. Holy shit. Dit is zo vet. Dit is lijf, hè. Holy shit. Wow, niet normaal, hè? Nee, dat is echt mooi. Ziek, hoor. Wow, yo. Dit ging mooi. Dus ik dacht, als bijvoorbeeld even iemand voor jullie gaat rijden, dan kunnen jullie in zijn slag rijden. En je moet zorgen, wat ik net tegen jou zei, je hiel blijven drukken en je heup erin. Dus laten we het zo doen. Dit is zo moeilijk. Ja, dit is fucking moeilijk, hoor. Maar ja, dit kunnen jullie. Zal ik je vertellen? Ik heb denk ik 2 jaar bijna wekelijks geshorttrack en heb nog nooit zo ver gekomen dat ik ook echt met mijn hand op het ijs moet. Vorige keer de eerste keer al. Ja. Ja, maar dat was niet nodig. Wanneer doe je je hand op het ijs? Leg het nu even uit. Ja, als je heel erg hangt en niet als je snoep wil oppakken, zeg maar zo. Ja, ik ging allemaal snoepjes oppakken. Het is gewoon echt om jezelf zo... Kijk aan de arm ook, die zit gewoon zo. Ja, jij zat zo. Ja, dat is waar. Nou, we gaan het proberen. Maar dit kan bijna niet rustig, toch? Nee, het moet wel een beetje snel, maar dat voel je wel aan. En elke keer zo. Ja, ja. En bovenlichaam laag. En je hiel. Zo. Ja. En als je je handje wil doen, altijd welkom. Dat is alleen maar cool. Zo. Juist. Kom hier rond. Oh, ook handje. Juist. Hoppa. Heup, heup. Hiel, hiel. Juist. Hé joh, wat kras jij in mijn gezicht? Ik krijg al jouw ijs in mijn gezicht. Lekker man. Mooi hè zo. Holy shit. Oh. Hey! Let's go! Bro, dit was echt fucking goed, man. Let's go! Let's go! Oh mijn god, gast. Deze was goed! Hoi, 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 dat zwap! Ja, hè? Zo, maar dit is echt een magisch gevoel. Wel lekker, hè? Ik zweer het je, ja. Dit is magisch, want ik heb nu eigenlijk het gevoel dat ik het onmogelijk heb gedaan. Ja, maar dat is toch ook want zo, want je eigenlijk snapt niet dat dit kan. Nee, dat je want zelf... je hangt zo schuin. Ja.
En toch kan het. Lekker man. Dit was bizar. Echt top. Echt bizar. We gaan met z'n allen grote ronden. En als ik een van jullie inhaal, dan moet je een onderbroek rondje omlijst. Ja, dus jullie gaan achteraan. Jullie gaan achteraan en dan ga je elke keer iemand even inhalen. Ja? Kijk, ze gaan allemaal zo heen en weer. Hé, hey, als je een gaatje ziet, Miron, gewoon pakken, hè? Ja, je moet altijd via binnen pakken, toch? Ja, gewoon inhalen. Juist! Huppa! Lekker! Oh, god. Ja, rondje in je onderbroek. Ja! Oh nee, en zo! Oh. Buitenom! Oh! Ik nam volle risico, hè? Volle risico! Bro, dat is short track, hè? Gewoon risico pakken. Ik kom weer mee. Daar gaan! Jongen, Hugo, rustig! Pak ze en zo, buitenom! Oh, ik ben kapot. Ja, oh. Finish. Pak me op. Ik ben kapot. Oh. Lekker man. Ik had alles al gegeven en ik ben nu op. Ja, maar je nam risico, hè? Je zocht echt de grens op. Ja. En dat, als je elke dag hard traint, je moet gewoon elke keer die grens opzoeken met short track. Als je elke keer denkt van, oh net niet, dan moet je dit niet doen. Met trainen. Ja, je valt, dat hoort er gewoon bij. Want dan ga je echt op de max. Ja, ziek hoor. En daarom respect man, je doet het gewoon. En gewoon gaan, hè, buitenom. Ja, ik vond het leuk om te doen. Heerlijk man. Geeft echt gewoon een kick hoor, echt een adrenaline kick. Al helemaal als je zo denkt van, ja ik ga er mooi tussen. Wel bizar hoor. Ja, echt lekker sick. Man. Kapot! Kapot joh, mijn benen, niet normaal. Oei. Weet je wat, heb jij ook vaak dat je linkerbeen meer verzuurd is of niet? Nee, met lange baan wel. Oh, maar ja, dan heb ik dat niet. Juist niet. Oh, dat is heel raar. Ja, nee, maar dat komt omdat ik nu mijn druk niet goed verdeel. Nee, ja, misschien dat je alles verdeel. Nu op links wil sowieso. Doen. Sowieso. Wilde je nog een keer cirkeltje doen? Ga ik nu even doen. Je hiel, hè? Hiel. Handje, juist. Lekker, man. Hoppa. Juist. Hoppa. We zijn klaar. De ijsmeester moet erop. De ijs moet weer schoon. Wat was dit lachen zeg. Zo dames en heren, schaatsen uit en we hebben lekker de schoentjes aan. Ondertussen is de ijsmeester bezig hier zoals je ziet. Die is de baan aan het schoonmaken, want die hebben we goed afgeracht. Maar dit moest je vroeger toch ook doen, of niet? Ja. Nu strekken we links voordat je rechts staat. Ja, dat is goed. Nou ja, nu ga je een beetje een droogtraining. Zo, je doet eigenlijk je het schaatsen op het droge. Nu kan je gewoon echt op je overstap. Echt tot in de ook je huppel. Is hoog? Ja, maar ik heb kunsten. Oh. Oh, echt? Eerst hand, hou hem weer tegen. Oké, nu overstap. Ga je die op de grond houden? Hou de hak. En niet dieper zitten. Ga eerst zo zitten. Doe ze gewoon zo. Groot staan. Iets dieper. Ja? Oké. Okay. En nu ga je op één been staan. Alleen rechts. Deze doe je zeg maar zo. Zo. Gewoon zo staan. Ja? En nu ga je daarheen duwen. Juist. En dan heup erin. Op één been gaan staan. Eén been deze tijd. Rustig. Nog meer kracht. Dieper staan. Bovenin. Eén been, heup erin. Nou, dit gaat nog een beetje. Ga jij even dan, joh. Ging niet zo. Ja, wat ik zei. Dit zijn van die dingen. Het ziet er dan zo makkelijk uit, want Marvin die zit erin. Ja, die gaat weg. Gewoon, ik doe hem hier zo onder midden. Eén been gaan staan. Ja, niet van daar, niet van hangen vasthouden. Niet te veel hangen, maar dus gewoon rustig overstappen. Ja, even tegen. Dus zo. Meer zo. Ja, dat is prima. En dan wel je lichaam daar. Zo, naar voren. Zo, je borst. Borst op je knie. Ja, juist, doorgaan. Ja, en dan, wat zei je met je hiel? Met je hiel. Hiel drukken. Trek je op en dan zet je er overheen. Ja, en die doe je weer zo. En dan daar. Dus je eerst naar achter. Ja, deze naar achter nu. Ja. Daar houden. Ja, daar houden, blijf hem rechts aan. En dan val je weer naar de schaats. Dus zet je deze zo. Breng je weer daar naartoe. En die weer zo. En dan die breng je weer overheen. Ja. En dan weer zo. Ja. Links verder zetten. Verder.
Deze, je moet deze verder zo. Ja. Deze kan je nog verder uitstrekken, zeg maar. Dus op, je staat op rechts. Ja. En dan breng je hem daar. Ja, dus je staat op rechts. En dan breng je hem daar. Juist. Dat weet ik. Deze zo. Strekken. Zo. Juist. Ja. En dan houd je hem weer vast. Ja. En dan die zo. Juist. En dan weer breng je die weer doorheen. Zo. Ja. Probeer Kai met je heupen weg te trekken. Goed. Ja. Ik hou het maar gewoon een lange baan. Dit gaat zo diep op de oefening dat ik kan het niet meer volgen. Ja. Mijn motoriek die stopt ermee. Ja, nu dat je dan deze doet, zo eerst daar, zeg maar daar. En vanuit daar ga je weer uitstrekken. Ja. Dus nu die heup. Zie ik nu die heup. Ja, hoog. Ja, deze heup is goed hoor. Ja, dat is zo zwaar voor je benen, ja, niet normaal. Holy shit. Maar het moet recht staan hier. Ja, zeker. Recht. Ja, dit gaat al veel beter. Dit gaat al veel beter. Hoe kan dit nou? Ben je te leunen vanuit je heup, dan zijn je heen gewoon blijven. Maar waar moet ik die andere voet neerzetten? Niemand kan je tips geven, want niemand schaalt recht op. Dit doe je helemaal alleen. Zo. Ja, dit is wel goed. Nu je bovenlichaam laag, ik wil je wenkbrauw heen kijken. Deze. Speciale competitie voor Sheet. Rechtsom. Ja, maar rechts kan ik wel beter dan links. Kijk wat hier hangt in de kleedkamer, dames en heren. Slaap toolbox. Zelfde tijd uit bed, zelfde tijd na bed, slaapduur. Zo, dat haal ik nooit. 8 tot 10 uur, relaxing bedtime routine. Goede omgeving om in te slapen. Donker, stil, temperatuur rond de 18 graden. Nou, bij mij in de slaapkamer is het altijd een vrieskist, omdat Marion altijd met de ramen open wil slapen, zelfs als het vriest. Goed bed om in te slapen, goed matras, kussen, niet te veel en niet te weinig dekens. Zo, wat een tijden allemaal en wat een... Geen cafeïne, 4 uur voor bedtijd. Zit in koffie, chocolade, soms theesoort en energiedrank. Chocolade, zit er cafeïne in? Dat wist ik helemaal niet. Geen alcohol en tabak, 4 uur voor bedtijd. Geen eten, 3-4 uur voor het slapen. Weet je, pas op met blauwe licht. Anti-blauwe lichtfilters voor je telefoon. Maar dit is jouw leven, Sven. Dit is mijn leven? Nee. Ze zeggen wel dat we dit moeten aanhouden. Maar, ze zeggen ook pas op met blauw licht. Maar wat doen wij iedere avond? Fortnite. Fortnite heeft ook geschieten. Maar, ja, dus ik wou net zeggen. Ja, soms dan zitten wij te Fortnite tot 11 uur en dan zeg ik ga naar bed. Ja, nou... Hey. Ik hou me er dus wel een beetje aan, beetje, hè? Ja, beetje. Ja, nee, dit is, ja, het is wel het beste om je optimaal te voelen voor training. Is dit wel het beste, maar het is lastig om eraan te houden. Als ja, je snap ik. Ja, dit is wel... Dit is wel next level, dit, hoor. Dit is wat de mensen een beetje ook wel verwachten van topsport. Is gewoon strak schema, gestructureerd. Ja, dat is wel... Als je echt in bijvoorbeeld 2 weken voor een wedstrijd... dan zou ik dit nog wel eens kunnen toepassen. Dat je dan gewoon echt volle focus hebt, zeg maar. Ja. Dan zou dit wel kunnen, maar anders onmogelijk. Ja, Roman. Roman. Zo, dames en heren, we zijn op dit moment in een prachtige omgeving in Friesland, waar wij de kofferbak open gaan doen en dan het vliegtuig eruit gaan halen en een poging gaan wagen om de eerste vliegminuten te maken met het grote apparaat. We hebben hier in ieder geval een super mooi groot stuk landschap, dus we hebben de volledige ruimte om te vliegen. Nu moet ik wel zeggen, het is echt net een beetje gaan regenen. Sneeuw. Een beetje sneeuw is het eigenlijk. Een beetje zachte sneeuw. En de wind komt wel een beetje opzetten. Hij is sterk, hè? Ja, maar ik ga dat niet doen zo als ik dit voel. Ik zei het tegen jou, hè? Nee, er zit te veel tijd en voorbereiding in. Want ik ben bang als ik nu voel die wind. Ja, ik keer niet om. Het was een uur geleden, een uur geleden was het droog en was het te doen. Maar nu zijn we te laat, hoor. Kijk hoe we erbij staan met z'n allen. Ja, dit is geen vliegweer. Nee, dus ik denk niet dat ik ga dat niet riskeren. Snap ik, hoor. Nee, want als ik nu ga vliegen en die is kapot, dan ga ik echt huilen. Ik ga toch wachten op beter weer. Ja, dus het giet niet dan. Stijn, leuk je weer te zien. Leuk. Thanks voor de aanwezigheid. Ja. Sven, dankjewel voor de tips. Short. Geen probleem, joh. Altijd welkom. Tot volgende. Sven Kramer, rustig aan. Sven, doei. Nee, dit is niks, hè. Fortnite, hè. Hij gaat meteen weer warm in de auto zitten. Altijd. Wat een dag, jongens. Het is wel ook echt koud, hoor. Ja, dat is niet te doen, hè, dit. Ik ben zo blij. Nee. Verstandige keus. Ik ben zo blij. Hoi. Yo, later, hè? Ja, ik ben ook wel een beetje blij, want ik dacht als jij eenmaal aan het vliegen bent, dan ga je door totdat die accu leeg is. Ja, en het is gewoon te koud. Ja. Het gaat sneeuwen, alles. Het zou niet weet je, ik kom wel een andere keer weer in mooi Friesland. Ja. Een mooie afsluiting in het Friestijn. Moet ik even nadenken. Hey, in het Fries, joh. In het Fries. Ja.
Nou, die dat zou het dus echt zo moeten zijn. Ik wil nu even daar bevestiging van. Als jij met zeg maar Hollanders bent, ja, dan is het heel moeilijk om in één keer te switchen in het Fries. Ja, maar toch, als ik met mijn vader en moeder ben, met mijn moeder spreek ik Nederlands. Echt? Met mijn vader Fries, dan kan ik wel heel snel. Wow. In ieder geval, het was een super mooie dag. Maar even zal je, hè? En ja, volgende keer wel, hè. Kom maar goed, dan net en zo. Ja, of niet dan? Hoppakee, nou, tot de volgende. Tot de volgende. Hey jongens, rustig aan. Kom hem aan, hè. Jo, jo. Bedankt voor deze dag. Ja, was fantastisch. Was gieren. Volgende keer. Dikke tuur. Zo. Het is fris. Nee, het is gewoon echt zonde. Zonde als ik hem nu helemaal naar zijn malle moer vlieg. Snap ik, je bent heel erg mee bezig geweest. Ja. Ik was sowieso aan de war dat je überhaupt vandaag wil vliegen. Want je zei, ik ga eerst een simulator doen. Ja, maar ik dacht, kan dat wel. Maar dit, met wind en sneeuw in één keer. Een half uur geleden was niks aan de hand. Of een uur geleden. We hebben gewoon te lang gegeten. Ja, we hadden nog even lunch gepakt van anderhalf uur. Dat was net even te lang blijkbaar. Ja. Dan gaan we terug naar Zeist. Let's go. Zeist, Zeewolde. Oh ja, Zeewolde, ja. Ja, inderdaad. Zeewolde. We zijn weer terug en we gaan meteen even lekker eten. We hebben wat besteld en dat is net bezorgd. En dat ziet er zo uit. Lekker wokkie met satésaus en rijst. Beetje ei er doorheen. Oeh, lekker, lekker. Lekker. Zo, ik ben net klaar met opnemen. Ik ga eens even in de woonkamer kijken wat hier allemaal gebeurt. Och, wat is hier gaande dan? Ja, ik moest mijn stappen nog halen en toen ging mam met me mee om het rennen. Ja. Ik wil dan ook de 10.000 stappen. Ik zit op 7.000, dus ik kom wel goed. Jongen, jongen, jij bent hier lekker aan het lopen. Mooi man, zit jij er mooi met tussenin? Ja, ik zit er met allemaal gekken hier. We hebben wel een nieuwe woordzoek gemaakt. We zijn echt de hele avond bezig geweest. Ja? We hebben woordzoekjes gemaakt, we hebben... Connect the dots tekening gemaakt, we hebben... Doolhof in KP of Knol logo zo. Oh, dat is wel vet. Appartement, hè? Oh, dat is wel echt super cool. Ja, ik heb de afgelopen paar uur in de studio gewerkt aan wat opnames voor Gamekanaal voor Enzo Knol 2. Die video's die komen nog steeds gewoon online. 4 video's in de week. Ook als we in New York zijn volgende week. Ook als we op Wintersport zijn over 2 weken. Dus 4 video's in de week op Enzo Knol 2. En natuurlijk elke dag gewoon een vlog. En elke vrijdag om 4 uur een podcast. En er komt binnenkort weer een animatievideo aan. Super vet. Lekker hoor, goeie dingen. Mooie dingen. Ik ga nu lekker naar bed. En ja? Ik wil jullie bedanken. Hey, is het tijd om naar bed te gaan? Ja. Met mij. Lekker hoor. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En weet je wat me ook leuk lijkt? Om met jou weer lange baan te schaatsen. Ja, dat moeten we eigenlijk nog even doen, want de ijsbaan is bijna dicht. Klopt, we moeten nog even snel in. Misschien volgende week wel doen. Ja, dan zijn we toch weg. Oh, fuck. Nee, niet fuck. Zin in. Fuckie, fuckie. Nee, dan kan het niet meer dit jaar. Nee, ik denk het ook niet. We moeten precies die dag gaan dat we terug zijn. Dat gaan we niet redden, denk ik. Nou, in ieder geval, bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.